Radio. Radio. Welkom bij Ratatouille Radio. Het komende uur gaan we verder met Dirk's A tot Z van de popmuziek. En we zijn aanbeland bij de letter J. En we gaan ons voornamelijk richten op de jaren 80. We begonnen in 1980 met Joy Division en we draaiden de 12-inch Atmosphere. Joy Division was een band die in 1976 in Salford, Engeland, werd opgericht. De groep bestond uit Ian Curtis, Bernard Summer, Peter Hook en Steven Morris. Summer en Hook begonnen de band na het bijwonen van een Sex Pistols concert. Hoewel de eerste opnames van Joy Division sterk beïnvloed waren door de vroege punk,
ontwikkelden ze al snel een geluid en stijl die hen tot een van de pioniers van de post-punkbeweging maakte. Hun in eigen beheer uitgebrachte debuut-LP, An Ideal for Living uit 1978, trok de aandacht van Tony Wilson, die ze een contract gaf bij Factory Records. Hun debuutalbum, Unknown Pleasure, verscheen in 1979. Joy Division's tweede en laatste album, Closer, werd 2 maanden uitgebracht na de zelfmoord van Ian Curtis. De overige leden gingen verder onder de naam New Order.
uit 1981, John and Vangelis, van het album The Friends of Mr. Cairo, Back to School. John and Vangelis was een samenwerking tussen de zanger John Anderson, de liedzanger van Yes, en de Griekse synthesizer-muzikant Vangelis. In 1974 werd Vangelis genoemd als vervanger voor Rick Wakeman als toetsenist in Yes. En hoewel de baan naar Patrick Moras ging, leidde dit tot verschillende samenwerkingen met Anderson. Ze namen in 1979 samen hun eerste album op, Short Stories. De twee kwamen in 1981 weer samen om hun tweede album op te nemen als duo, Friends of Mr. Cairo. In 1983 verscheen een derde album, Private Collection. In 1986 namen ze nog een aantal nummers op, die in 1991 verschenen als Page of Life. En dat is hun laatste studio samenwerking als duo. Uit 1981, Joan Jett and the Blackhearts. Van het album I Love Rock'n'Roll kwam het nummer Love is Pain. Joan Jett werd geboren in Philadelphia, USA. Met haar familie verhuisde ze naar Los Angeles toen ze 12 jaar oud was. Toen ze 15 was, vormde ze haar eerste band, The Runaways. The Runaways maakte ze in 1978 4 LP's, waarna ze in 1980 uit elkaar gingen. Joan verhuisde naar New York om een solo carrière te beginnen. In 1980 bracht ze onafhankelijk van een platenmaatschappij haar titelloze debuutalbum uit. De plaat verkocht voor een onafhankelijke release erg goed, wat leidde tot een contract met Boardwalk Records, die het album opnieuw uitbracht onder de titel Bad Reputation. Joan vormde de Blackheads
tussen Bad Reputation en haar tweede album uit 1981, I Love Rock and Roll. Tot 2013 verschenen er nog 10 albums. In 2021 zat Joan and the Blackheads samen met Poison in de Stadium Tour als openingsact voor Motley Crue en Def Leppard spelen. Uit 1981, Matt Johnson
Van het album Burning Blue Soul kwam het nummer Song Without Ending. Matt Johnson werd 15 augustus 1961 geboren in Londen. In 1979 plaatste Johnson een advertentie in New Musical Express op zoek naar gelijkgestemde fans van de Velvet Underground, The Residents en Throbbing Crystal om met hen een band te vormen. De begon als een duo, daarna als een viertal en daarna als een geheel eigen geheel met een wisselende cast van muzikanten. In 1981 bracht Johnson het album Burning Blue Soul uit onder zijn eigen naam. Later opnieuw uitgebracht onder de naam De. Van De zouden nog vele albums volgen. Het laatste nieuws van Matt was dat in 2020 een keelontsteking een onverwachte en grillige wending nam. Volgens zijn website is hij nog aan het revalideren, maar gaat alles naar wens. Boy.
uit 1983 Japan van het album Oil on Canvas, het nummer Quiet Life. Japan werd in 1974 opgericht in Cardford, Zuid-Londen door David Sylvian. Aanvankelijk een alternatieve glamrock geïnspireerde band, veranderde Japan hun muziek door elektronische muziek en buitenlandse invloeden op te nemen. Japan boekte eind jaren 70 en begin jaren 80 succes. De band ging in december 82 uit elkaar. De leden gingen verder met andere muzikale projecten, hoewel ze in het begin van de jaren 90 kort weer bij elkaar kwamen onder de naam Rain Dream Crow, waarmee ze in 1991 een album uitbrachten. Uit 1984 Howard Jones. Van het album Human Slip kwam het nummer Hunt the Self. Howard Jones werd 23 februari 1953 geboren in Southampton, Engeland. Op 7-jarige leeftijd begon hij met pianolessen. Het gezin verhuisde naar Canada toen hij nog een tiener was. Zijn eerste band was Warrior, een progressieve rockgroep. Halverwege de jaren 70 ging Howard terug naar de UK, waar hij in diverse bands speelde.
Begin jaren 80 ging hij solo optreden. In 1983 tekende hij een platencontract bij Warner Music Group. In 1984 verscheen zijn debuutalbum. Er zouden tot 2019 nog 12 albums van Howard Jones verschijnen. Hij maakt nu nog steeds muziek. Uit 1985, Mick Jagger. Van het album She's the Boss kwam het nummer Lonely at the Top. Michael Philip Jagger werd 26 juli 1943 geboren in Dartford, Kent, Engeland als Michael Philip Jagger. Hij is zanger, songwriter, acteur en filmproducent die wereldwijde bekendheid heeft verworven als leadzanger en een van de oprichters van de Rolling Stones. Mick heeft de meeste nummers van de Rolling Stones samen met Keith Richards geschreven. In 1970 speelde Mick in de films Performance en Ned Kelly. Hij begon naast de Rolling Stones in 1985 een solo carrière. In 1989 werd Mick Jagger opgenomen in de Rock and Roll Hall of Fame en in 2004 in de UK Music Hall of Fame met de Rolling Stones. In 2003 werd hij gereden voor zijn verdiensten voor populaire muziek. Party girl.
Uit 1986, Grace Jones. Van het album Inside Story kwam het nummer Party Girl. Grace Beverly Jones werd 19 mei 1948 geboren in British Jamaica. Toen ze 13 was, verhuisde de familie naar Syracuse, New York. Jones begon een modellencarrière in de staat New York en daarna in Parijs. Vanaf 1977 begon Jones aan de muziekcarrière. Ze werd een ster in de disco scene van Studio 54 in New York City. In het begin van de jaren 80 ging ze meer de New Wave-stijl op. Grace speelde ook in films. Grace Jones had 9 maal een hit in de Nederlandse hitparade, waarvan 2 met La Vie en Rose in 1977 en 1983. Uit 1987, The Jesus and Mary Chain, van het album Darklands, kwam het nummer April Skies. The Jesus and Mary Chain
is een Schotse alternatieve rockband die in 1983 in East Culbert werd opgericht. De band draait om de songwriter-partnerschap van de broers Jim en William Wright. Nadat ze een contract hadden getekend bij het onafhankelijke label Creation Records, brachten ze in 1984 hun eerste single Upside Down uit. Het debuutalbum Psycho Candy werd in 1985 met lovende kritieken uitgebracht op het WA-label. De band bracht nog 5 studioalbums uit, voordat ze in 1999 uit elkaar gingen. Ze kwamen weer bij elkaar in 2007 en ze maken nu nog steeds muziek. Soaring there, flying, right on.
Uit 1989, Jefferson Airplane. Van het album Jefferson Airplane draaien we Planes. Jefferson Airplane werd in 1965 opgericht in San Francisco, Californië, USA. De groep defineerde de San Francisco Sound en was de eerste uit de Bay Area die internationaal commercieel succes boekte. Ze waren headliners op het Monterey Pop Festival in 1967, het eerste Isle of Wight Festival in 1968, Woodstock in 1969 en het Altamont Free Concert in 1969. Hun album Surrealistic Pillow uit 1967 staat op de lijst van de belangrijkste recordings van de Summer of Love. Twee nummers van dat album, Somebody to Love en White Rabbit, behoren tot de 500 Greatest Songs of All Time van Rolling Stone magazine. Jefferson Airplane ging in 1972 uit elkaar, waarna enkele leden van de band Jefferson Starship begonnen. In 1989 en 1996 kwam Jefferson Airplane weer kort bij elkaar. In 1996 werd Jefferson Airplane opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En in 2016 ontvingen ze de Grammy Lifetime Achievement Award. En dan wordt het weer tijd om af te sluiten. Bedankt voor het luisteren allemaal. Ratatouille Radio kun je on demand terugvinden op ratatouilletv.wordpress.com. En dan eindigen we in 1993 met Wendy James van het album Now Ain't The Time For Your Tears. Het nummer The Nameless One.